Hoi. 2 jaar heeft het geduurd. Ja, het heeft een tijdje geduurd. Toen zat je hier ook en toen waren we vol verbaasd dat je een dingetje... Toen kwam daar ineens Justin Timberlake. Eigenlijk op dit moment een van de grootste popartiesten die er is. Hoe kan dat nou? Nou ja, ik kreeg dus ongelooflijk veel views in één keer op YouTube. Mm-hmm. En ja, op een gegeven moment kreeg ik allemaal mails van platenbazen en van mensen die... zeiden dat ze me wilden tekenen en van alles. Dus ik had in het begin echt zoiets van, ja, natuurlijk. Het is toch internet, dus je vertrouwt het allemaal niet zo. Mm-hmm. En toen heb ik management gevonden. En op een gegeven moment zocht Justin artiesten voor zijn nieuwe label Tenement Records. En heeft hij contact gezocht met mijn manager. Want hij had gehoord van het meisje op YouTube wat die coversong. Ja. En heb ik hem ontmoet in... Ja, maar je zegt het heel zakelijk, maar dat belt Justin Timberlake. Ik bedoel, dat is toch niet te geloven, werkelijk? Ja, ik vond het zo onwerkelijk, echt, ja. En daar is hij dan. Leef je nu de helft van het jaar al in Amerika eigenlijk? Als ik dit zo zie, dan denk ik, nou, daar ben je inmiddels gewoon op tour. Ik ben wel echt een tijd bezig geweest met het album en opnemen. Dus ik ben in LA en New York heel vaak geweest. En mijn videoclip die je daarnet zag, heb ik daar ook opgenomen. Dus ik ben wel een tijd lang in Amerika Want wij, geweest. Want wij weten eigenlijk, 2 jaar geleden, die naam. En vandaag begrijpen we pas wat je al die tijd gedaan hebt. Dan komt het ongeveer op neer. Ja, ik heb echt heel lang aan mijn album gewerkt. En dat komt ook voornamelijk omdat we niet per se mee wilden gaan met de hype die er toen omheen was. Mm-hmm. En we wilden echt een goed album creëren. En ik ben daar een heel groot deel, heb ik mee mogen schrijven met het album. En dat vond ik wel heel erg belangrijk. En Justin vond het ook belangrijk dat ik zelf creatief als artiest bezig was. Uh-huh. En nu is het eindelijk zover dat het album af is. En Oprah Winfrey, daar was je ook al te gast. Ja. Dat kan Peter. Peter, ben jij zelfs niet eens geweest, Peter? Nee, maar wel bij Larry King. Maar wel bij Larry King. Dat is niet goed Engels eigenlijk. Oh, of is het al echt Amerikaans? Ik geloof dat het echt Amerikaans is al. Ja, ik denk dat ik gewoon goed opgelet op school en altijd naar muziek luisteren en weten wat teksten betekenen. Dus ik ben er altijd al wel mee bezig geweest. Als je nou zo in die tour met al die wereldsterren optreedt, het valt me op dat jij nog zo ontzettend verlegen bent. Leer je dat niet een beetje af dan? Ja, in het begin was ik natuurlijk best wel zenuwachtig. Omdat je gaat toch met mensen om waarvan je echt droomt om mee samen te werken. Maar op een gegeven moment, bijvoorbeeld Justin is echt een heel erg nuchter en aardig persoon. En hij laat je echt op je gemak. Want je bent dus belangrijk voor hem. Hij heeft een nieuw label. Jij bent een van zijn nieuwe artiesten. Hij wil daar natuurlijk ook goed mee voor de dag komen. Ja, dus... ik ben de eerste artiest die getekend is. Dus dat is sowieso heel erg spannend. Ben je rijk al? Nou, ik kan goed leven, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, kom. Nu ben je Amerikaans, dan moet je het ook gewoon zeggen. Nee, in Amerika zeggen ze over de heg al meteen hoeveel ze verdienen. Ik hoef niet precies, maar op 1 miljoen nauwkeurig. Nee. Daar ben ik nog lang niet. Eerst moet het album uitkomen en hopelijk... Maar hij exploiteert je toch niet? Want die jongen die is echt serieus rijk. Je bent toch, heb je toch wel een goede manager en zo? Nee. Eigenlijk, ik had meerdere... Ik ben naar meerdere labels gegaan en dit was echt het beste contract ook. Dus. Enrique Iglesias. Hij stond gisteren in een uitverkocht Ahoy. Jij staat in zijn voorprogramma. In heel Europa, geloof ik, hè, of niet? Ja, super. Ik ben echt het voorprogramma in Europa. Dus. Dat zijn grote zalen, Ahoy, uitverkocht. Jij mocht, zit hier toch weer naar te kijken, zo van ben ik dat? Zo kijk je wel. Nee, maar ik voel me ook heel anders op het podium. Ik weet niet wat het is, maar het is vanavond ben je blijkbaar vrij, maar hij is nog op tour. Moet je deze week nog ergens met hem optreden? Ja, morgen ga ik naar Engeland toe. En dan gaan we naar Manchester en Londen. Dus.